Inmiddels is de virtual reality bril bij iedereen wel bekend. De techniek wordt ingezet bij films, in games, maar ook steeds vaker in de gezondheidszorg. En daarvoor weer donderdagmiddag een demonstratie gegeven door Corpus VR. Een techniek die fysiotherapeuten helpt bij patiënten met nekklachten. Wij zijn de eerste. Er zijn natuurlijk veel meer mensen met virtual reality bezig. Het is natuurlijk in die zin een hot item. Maar er is nog geen bedrijf dat het zo typisch en specifiek heeft toegepast op fysiotherapie en revalidatie. Je moet het zo zien dat de patiënt een virtual reality bril opkrijgt. En dat die in die wereld eigenlijk wordt uitgenodigd vanzelf om te bewegen. En van mij als therapeut heb ik een dashboard. En daarin kan ik de bewegingen van de patiënt zien. Dus ik kan het normale onderzoek uitvoeren qua bewegingen. En daarna laat ik de patiënt in een virtuele wereld terechtkomen, die ik als therapeut zelf kan kiezen, die toegepast is op de beperking die hij heeft. Dus als hij een draaibeweging niet kan maken, dan laat ik hem een draaibewegingsoefening doen. Maar de patiënt is niet aan het oefenen, die is eigenlijk een spelletje aan het spelen. Terwijl die uitgelokt wordt om die draaibeweging te maken, of naar boven, of wat dan ook nodig is voor de therapie te laten slagen. Dus hoe de patiënt vooruit gaat en al die data die je normaal liet er gewoon zelf in de PC moet kloppen, wordt nu al automatisch gemeten en opgeslagen. Dus dat hoef je niet meer te doen. Dus dat scheelt veel administratieve lasten. Daar worden wij, met ontregelde zorg, worden wij daar ontzettend blij van als fysiotherapeut. En daarnaast kun je de bewegingsdata, dus de beweging die je gemeten hebt, die zie je in een hele makkelijke overview, waardoor je dat ook als feedback voor jouw patiënt kan gebruiken. Dus je kunt laten zien, zo ben je begonnen, zo ben je vooruit gegaan en je kan het. Je kunt de patiënt zijn eigen vooruitgang laten zien en een beetje meer zelfvertrouwen geven dat het wel goed komt. Omdat het vaak vanuit pijn of angst om te bewegen, hebben patiënten dat ze hun eigen herstel belemmeren. Dat hebben ze dan niet in de gaten, maar dat gebeurt automatisch. En met Corpus VR kun je dat doorbreken. Maar je kunt het ook toepassen bij hoofdpijnklachten of artrose. Dus de niet per se chronische klachten. Dus het is eigenlijk heel breed inzetbaar. We gaan mee met wat er natuurlijk technologisch mogelijk is en wat de patiënt prettig vindt en wat ook goed werkt voor de therapeut.